Jason Dourisot vertrekt bij Flames. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. De 30-jarige Amerikaan speelde sinds 2009 in Groningen. Dourisot was de laatste jaren een van de meest waardevolle spelers van de club. Aan het einde van het afgelopen seizoen werd er een tribune in Martini Plaza naar hem vernoemd. Dourisot vertrekt omdat hij zich niet kan vinden in de nieuwe koers van Flames. De Groningen Basketbalclub moet bezuinigen, daarom wordt er bijvoorbeeld geen Europees basketbal gespeeld.